Leen! Oeh, dat is ook chill. Oké, die ga ik sowieso doen. Ja, die heb ik zo... Oh boy! Heb je een vinding? Oh boy! Echt? Hallo dames en heren, welkom bij weer een prachtig mooie nieuwe survival aflevering voor jullie. Het is een mooie woensdag. Ik kijk naar buiten en het is mooi weer. Zeker. Oh, Jeb is aan het knuffelen met een koe. Dat is niet de bedoeling. Oh jee, oh, daar komt iets heel raars dan uit. nee. Oh nee, is dit gewoon hier te chillen. Hey Jabby. Nee. Waarom zitten Jabby en Lily trouwens nog in dit ding? We moeten ze eigenlijk even verplaatsen naar het mooie nieuwe hok. Ja, en de koetjes eigenlijk ook natuurlijk. Eigenlijk iedereen. We gaan vandaag een grote volksverhuizing doen. Maar eerst ga ik jullie even de totem laten zien die Bob voor ons heeft achtergelaten. Want dames en heren, dit is een top totem. Want we hebben hierboven een knoppie. Als je de vorige aflevering hebt gezien, weet je wat het doet? Zo niet, dan denk je eens van Wouter. OMG, ik wil ook zo'n totem. Kijk, doet hij nog wel? Hij doet het nog. Hé! Hey! Bij mij deed hij het niet meer. Oh, misschien is het dat hij reset elke dag. Oeh. Dat zou wel nice zijn. Fancy. Dan hebben we elke dag weer een beetje XP. En dat gaan we vandaag ook heel goed benutten. Want we gaan vandaag eventjes wat spulletjes enchanten. Oké. En dan moeten we dus inderdaad even goed opletten. Want vorige keer hadden we 4 keer dat we de button konden gebruiken. 4 of 5 uit mijn hoofd. Ik denk zelfs 6. Maar 5, 6, zoiets. Ik weet het ook niet. We moeten in ieder geval dat eventjes combineren. Goed in ons achterhoofd houden als we dingen gaan enchanten. Want we hebben natuurlijk de arena fight. En heel snel. En heel belangrijk. Heel belangrijk. Wat is heel belangrijk? Wat ik in mijn hand heb. Oh, wat heb je in je hand? Een heg. Oh, de Ender Pearls. Zeker. Of bedoel je de totem? Nee. Wat bedoel je nou? Oh, ja, de heks mag ze toch niet hebben? Ja, ik weet het. Anders kan ze het openen. Oh, jij had ze bij je? Ja. Ah, oké. Ja, je had hem in een heggetje. Ik zag het niet. Je stond met je hand in de heg. Ik dacht, heeft ze nou over de heg? Wil ze nou tuinieren? Is een beetje ongepast deze aflevering, dacht ik zo. Nee, sorry. Nee, ik bedoelde meer dat die pearls, daar mag ze niet aankomen. Oh, echt? Ja, dus ik dacht zo, ze met haar hand in de heg. Oh, dan wist ik niet eens dat kon. Kijk, zo leren we elke dag iets nieuws over Minecraft. Ik wist dat echt niet. Dat Want je niet ziet uit. Het ook helemaal niet zelf. Nee, ik weet het. Maar daarom, het leek alsof je gewoon met je hand in je heg stond. Ik zo, oké. Wat stom. Begreep al niet dat jij het niet begreep. Ja, nee, maar ik begrijp sowieso dingen helemaal niet, toch? Hey, wacht eens. Wacht eens wat? Wat is? Oh nee, is het verder aan het verspreiden? Ja, maar nu zijn nu het de rozen. Rood... Oh nee, pas op. Zo, die staat daar sneaky. Die staat daar in het hoge iedereen... gat. Voor alle nieuwe kijkers die nu deze survival aan het kijken zijn. Allereerst, welkom. Welkom bij de survival. Hartstikke leuk dat je kijkt. Heb jij al het abonneerknopje en het belletje aangeslingerd? Want dan hoor jij bij de Bell Squad. Bell Squad. Maar jij denkt waarschijnlijk, wat is hier aan de hand? Nou, ik zal het heel eventjes snel voor je samenvatten. Er is daar een toren. Daar woont een heks. En die heks is bezig met een project om een Ender Portal te maken. Maar ze kan die... Met een of andere magie kan ze hem omkeren dat de beesten uit de end in deze wereld gaan komen. Dat is een beetje vervelend. Daar is ze afgelopen tijd al mee bezig. Ze heeft nog 1 Ender Eye nodig. En wij willen eigenlijk voorkomen dat zij die portal kan openen. En dat is eigenlijk waar we nu zijn. Oh ja, er staat hier ook een gigantische arena. Dat is gemaakt door de villagers. Zij zoeken namelijk 2 kampioenen. Die hun gaan beschermen tegen het kwaad. We denken dat ze met het kwaad de heks bedoelen, maar dat weten we nog niet zeker. En daarvoor moeten we binnenkort een gevecht gaan doen om te laten zien dat wij die kamp... Daar hebben we nog niks over gehoord, hè? Nee. Volgens mij. Nou, jawel, want Bob kwam vorige aflevering langs om die de totem te geven. Om ons voor te bereiden, ja, dat Precies. is waar. Maar dus... niet wanneer we nou moeten en wat we moeten doen. Nee, dat is nog niet duidelijk, maar ja, ik denk haast vechten. Toch? Ja, dat lijkt me ook. Dat lijkt me ook wel. Maar eerst moeten wij nog wat dingen enchanten. Want ik zat te denken, wij hebben helemaal geen boog. Gewoon... We hebben een enchanted boog. Waar is die dan? Hier beneden. Maar is die goed? Nu hebben we eindelijk die XP-totem daar staan.
Ik zal eens kijken. Is hij goed? Kijk hier. Oh, daar. De bogenboog. Een breaking. Oeh, hij is wel lekker. Nou ja, deze heeft power 1. Deze heeft power 3. Oké, deze heeft ook power 3. Kan je hoger dan... Wacht, waar is hij nou heen? Oh, daar. Oh, maar deze heeft geen unbreaking. Het zou zo fijn zijn om Infinity te krijgen. Dat zou echt... Oh, Infinity. Ja. Dat is zo chill. Want nu hebben we maar 24 arrows. Als straks die draak hier in dit landschap komt... Ja, dan heb je wel flink wat arrows nodig. Dat denk ik ook, ja. Ja, jeetje, Infinity, maar... Ja, we hebben nu die totems gehad. En dit is het moment om te gaan enchanten. We hebben de hele serie zitten we al zo van... Oh, we willen zo graag enchanten. Nu kan het! Nu kan het. Nu kan het eindelijk. Gaan we dat doen? Kunnen we dat niet met boekjes krijgen? Volgens mij kan je het ook gewoon normaal krijgen. Ik ben nu alvast wat bogen aan het repareren. Zo. Wat bedoel je normaal? Nou, gewoon door hem normaal te enchanten. Oh, ja, maar die kans is vaak klein, toch? Ja, maar de kans op een boekje is natuurlijk ook niet heel groot. Nee, want dan moet ook de kans zijn dat het en ook nog power oplevert en ook nog, weet je wel. Maar ik ben een hele goede visser. Ben een hele goede... Heb je überhaupt een goede vis... Moeten we niet een vishengel voor jou gaan enchanten? Maar daar heb je ook weer boekjes voor nodig. Nee, maar dan gooi je hem gewoon even in de... Enchanting. Ja, kunnen we doen. Sorry. Ik ben nog even een beetje aan het sorteren hier, want het is weer een bende. Oh jee, heb je er weer een bende van gemaakt? Ik! Ja, de kijkers kennen jou nu al een tijdje. Ze noemen jou ook wel de bendevrouw. Wist je dat? Nou. Ik denk eerder dat je het over jezelf hebt, jongman. Oké, dit gaan we nu eventjes... Dit gaan we nu even settelen. Jij gaat mij zo... Dit is een hele grote beschuldiging die je doet, hè? Jij doet hem ook. Ja, dat is waar. Maar ik vond het wel heel heftig toen je tegen mij zei. Oh. Dus we gaan dat nu... Once and for all gaan wij dit nu beslissen. Wat? Wie is de grote bendemaker? Jongens. Wie heeft deze... Je ziet de pol. Nee, maar dat telt niet meer. Ja, niet nee. Meer. Wie is de grote bendemaker in de survival? Laat het nu weten in het i'tje hier rechtsboven. Is het Maisha? Dat is de eerste optie. Of is het 2? Maisha. Ik ben echt alles aan het opruimen voor jou, Stinky. Nee, ben ik het of is het Maisha? Laat het weten in de pol. En jongens, we weten allebei op wie je moet stemmen, toch? Moet ik meer zeggen? Nee? Oké. Oh, ben je weer... Oh. Wacht even, wat doet deze bloem hier in deze chest? Dit is heel vreemd. Jij bent mij gewoon nu aan het saboteren. Hier zitten allemaal seeds. Kijk, nee. Oké, hier, check deze. Je bent mij aan het saboteren. Kijk hier in deze dingen. Kijkers, ik wil jullie niet beïnvloeden. Wat? Oh. Wat deed zaad daarin? Oh, ik kan echt zo niet... Sorry, ik kan zo echt geen survival opnemen. Dit vind ik heel... Kijk, ik heb er een hekel aan als er zeg maar mensen hele volle inventories hebben. Denk echt zo van... Jeetje, wat verschrikkelijk. Hoe kan je zo zijn? Waarom was je daar? Kom schatje, we gaan eentje halen. Ik ben heel benieuwd wat er uit de pol gaat komen. Nee. Ik neem wat lapis mee. Oh, we moeten ook nog iemand op de Hall of Fame zetten. Ja, we kunnen niet alles tegelijkertijd doen. We kunnen niet alles tegelijk doen. We gaan eerst enchanten, daarna iemand op de Hall of Fame. Want als de Hall of Fame vol is, start het nieuwe seizoen. Wow. En dat wordt een spannend seizoen. Ha, yes, yes. Oeh, een breaking 3 kan ik op mijn boog doen. Ja, maar... Kijk, een breaking is denk ik niet wat we nu nodig hebben. Toch? Ik bedoel, het is fijn als in voor ook hele... niet heel lang mee te gaan. Nee, hij moet gewoon voornamelijk sterk zijn. Ja. Dus ik ga eerst de boog, ga ik eventjes een level 1-tje allemaal doen. Zo, en dan ga ik kijken. Flame! Oeh, dat is ook wel... chill. Oké, die ga ik sowieso doen. Ja, die heb ik zo... Oh boy! Heb je een winning? Oh boy! Echt? Ik heb een breaking 3... Power 3, Flame en Punch 1. Oh.
Dus we hebben gewoon nog even een flame erbij gekregen en een breaking 3. Nice. Zal ik kijken of ik ook eentje voor jou kan scoren? Wat kan je met punch doen? Punch is een soort van knockback, maar dan voor je boog. Oh, knockback is niet voor bogen. Nee, dat heet punch. Ah. 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 Zo, dan ga ik kijken. Ik leer nog elke keer zoveel. Oeh, power 4 kan ik voor je maken. Power 4? Ja. Oké. Okay. Dit is precies waar we zoeken, mensen. Zullen wij lekker even gaan slapen? Dan pak ik nog even wat lapis. Wacht, ik ga ook nog een paar... Zo. Lapis. Zo, de knet. Oh, dit is wel echt top, hè. Een flameboog en dan hebben we een power 4 boog. Ik lig alvast lekker in bed te slapen. Ik pak even wat lapsazuli en dan kom ik eraan. Terwijl ik zit te kijken naar hoe de... hoe de schildpad aan het zwemmen is in ons aquarium. Ik vind het nog steeds zo'n toffe plek. Ja, het is echt super. Ik vind sowieso ons dorpje... Ik ben best wel trots op wat we tot nu toe allemaal gemaakt hebben. Het ziet er echt wel leuk uit. Ja, het is gezellig, toch? Het is gezellig. Ook de farm. Even kijken. Nou, laten we zien wat er komt. Power 4. Nou, daar zettel ik voor. Je hebt nu al power 4. Die ging ik voor jou maken. Oh, ik heb hem net gemaakt. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan heb je een hele goede boog. Oh, er is ook een Breaking 3 opgekomen. Oeh, lekker. Ik heb er nog één. Power 3 met flame. Oké, dat is ook niet verkeerd. Zo, de knetter. Oké, dat is lekker. We beginnen echt goede gear te krijgen. Kijk, punch 2 met power 4. Oké. En... ik doe hier nog even zo. Oh, ik ben level 29,5. Oh jee, nou dan gaan we even op de totem drukken. Want dan gaan we daarna ook nog eventjes hengels maken. Oké. Okay. Want ja, die moeten natuurlijk voor jou moeten we gewoon hengels maken. Daar kunnen we niet echt... Oké, ik ben bij de totem. Alright, dan kom ik even naast je staan. En dan ga ik ondertussen even mijn inventory sorteren. Hoe vaak had je hem al echt terug? Ik had hem één keer gedaan. Oké. Okay. Dus jij moet maar gewoon kijken. Ik ga er wel even bij staan. Moet jij maar gewoon kijken hoe vaak die lukt. En dan ga ik ondertussen Komt-ie. Even kijken. Oh, 37. Hupsakee. Alright, blijf hem gebruiken. Oh, 9. Je moet er wel echt in staan, want nu is er mij maar 1,5 bijgekomen. Hoeveel zit jij op? Ik zit op 39 nu. Ik zit wel even te kijken. Hoe de heck heb ik opeens een totem? Oh. Heb ik nog een totem? Hoe kom ik daar nou ik weer niet. Aan? Ik heb hetzelfde. Oh. Dat is raar. Oké. Okay. Oh, ik had die. Misschien heb ik die ergens vandaan gepakt. Even kijken. Oh, hij doet het niet meer. Is hij op? Ja. Ah, nou ja, in ieder geval, ik ben 43. Dat is nice. Was het nou bij 5 keer of 4 keer? Jeetje, ik ben niet op. Ik heb ook niet geteld. Sorry. Nou, laten we een hengeltje maken. Ja. En ik moet nog één boogje enchanten kijken of deze... misschien Infinity krijg. Let's check it out. Ik ga ondertussen wel even hengeltjes. Wat heb je? Geen Infinity. Wow. Oh, ik heb een Breaking 3, Power 3, Flame en Punch 1. Dat is een beetje dezelfde als de jaar. Ja. Oh, ik moet even deze maken. Zo. Kan je hier misschien een chestje neerzetten dat we hier wat enchanted dingen in kunnen doen die we niet echt gebruiken? Of doen we dat gewoon in de... Ja, ik heb het teruggelegd in die ander. Ah, oké. Zo, dan gaan we even een hengeltje maken. Anders krijgen we ook wel lossen natuurlijk. Een Breaking 3 hengel. Dat is niet echt heel erg sterk. Ik denk dat we de Luck of the Sea en zo willen, toch? Ja, die is super fijn. Kijk, Lure 2. Dat kan ook nog wel chill zijn. Ja, Lure is goed. Alright. Hupsakee, Lure 2 en Luck of the Sea 2 en een Breaking 3. Wow, nou dat is wel een van de betere. Lure 3? Hupsakee, yep. Ik heb er eentje met Lure 3. Nice. En dan gaan we eventjes kijken. Zo, doe ik weer 2 hengels erbij. Ik kom ook nog met even een paar. Luck of the Sea 2. En Lure 2. Ook niet verkeerd. Luck of the Sea 2. En een Breaking 3. Jezus, zoveel luck of the sea. Heel veel luck. Alleen mijn... hoe heet dat? Levels zijn nu wel op. Oké, dan ga ik het
ook nog proberen. Oh, heb jij voor mij wat lapis lazuli? Jazeker, alstublieft. Dank je. Nou, dan kunnen we op zich ook nog straks nog wel eventjes wat vissen doen. Luck of the Sea 2. Unbreaking 3. Hè. Heb je nog meer lapis lazuli? Ja, zeker. Alstublieft. Ja, als de slechte is op de derde, dan moet je gewoon de eerste enchantment doen, hè? Want dan verlies je zo min mogelijk spulletjes. Ik ga hem dus even... Wat heb je? Unbreaking 3, Luck of the Sea 2 en Lure 2. Oeh, die is chill. Ja. Die is chill. Ik ga eventjes een lead erbij pakken. Even kijken. Luck of the Sea 3 met Unbreaking 3. Nice. Ja, dan is alleen de Lure... Heb je iets langzamer dat je... kan vissen. Maar op zich maakt het niet uit. Kan jij, terwijl ik zoek naar de leads om Jeb en Lily over te zetten, en misschien ook de koetjes, kan je misschien iemand vinden voor de Hall of Fame? Ja, tuurlijk. Ik zal eventjes kijken. Ik heb echt geen idee waar die leads liggen. Ik bedoel, ik heb het natuurlijk allemaal opgeruimd hier, jongens. Vergeet niet te stemmen. Maar ik weet niet meer waar het ook weer lag. Weet jij waar de lead ligt? Nee. Weet je het wel of niet? Nee. Je weet het gewoon. Nee, echt niet. Echt niet? Nee. Oh. Ik weet het echt niet. Ik vertrouw jou niet. Volgens mij ben jij aan mollen. Hoezo niet? Nee. Volgens mij ben jij aan mollen. Oh. En over mollen gesproken, jongens. Aanstaande vrijdag ga ik op mijn tweede account, op mijn Wouter-account, ga ik alle tips en aanwijzingen nog even doornemen om echt een... eindbeslissing te maken van wie mijn mol is dit jaar. Is het Buddy? Is het Miljushka? Is het Nathan? Of is het Rob? Ik ga het je vrijdag laten weten. Maar laat het eerst nu even in de comments hier weten wie jij verdenkt als mol zijnde. En ja, ik ben wel erg benieuwd wie jullie allemaal verdenken. Ja, ik kan geen Lure vinden. Geen Lure? Nee, een lied. Misschien in een verloren chest of zo? Ja, ik heb geen idee. Maar die twee die moeten mee. Die moeten gezellig meekomen. Want hier staat ook altijd nog een... Ja, daarboven chest. Hadden we ook een chest. Nee, zit niet in. Hey, een ei. Komt er een kip uit? Oep. Voor een pannenkoekie. Voor een pannenkoek. Oh. Voor een kip. Nee, ik heb echt geen idee waar die zijn. Oh, nee. Maar okay. Die hadden we laatst nog gebruikt, toch? Ja, ik dacht het ook. Daarom zat ik zit ook in mijn inventory te kijken, maar kan ik hem ook niet vinden. Hier ook niet. Nah. Oh, dus hier wel een diamond helmet met Aqua Infinity. Oké. Okay. Oh, dat is die van mij. So random. Nou ja, anders moeten we ze volgende keer maar eventjes overbrengen. Ik ben er bang voor, ja, want ik... Ik ga ondertussen wel even deze rots wegleggen, zo. En dan ga ik even iemand op de Hall of Fame zetten. Hupsakee. Ja, heb jij een mooie naam of een comment of iets voor mij? Ariane. En wat heeft zij geschreven? Bijna een nieuw seizoen. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop op roleplay. Mijn naam is Ariane. Hartje naar jullie. Ja, nou, roleplay zal er zeker in komen, Ariane. Zoals altijd staat er ons natuurlijk een superleuk verhaal te wachten. En ik ga je even op de Hall of Fame zetten. Dat betekent dat er nog maar 9 Hall of Fame plaatsen zijn. En dan start het nieuwe seizoen. Cool. Dat begint toch wel een beetje... 9 is niet... Dat is niet veel. Niet veel, maar ook niet weinig. Het is niet veel, het is niet weinig, maar weet je wat? Als deze video boven de 3000 likes haalt, dan doen we volgende aflevering gewoon 2 mensen. Is dat een goeie? Ja, dan gaan we wel heel snel. Dan gaat het wel weer heel snel. Oh, nou, we doen het gewoon. 3000 likes. En dan gaan we volgende aflevering 2 mensen op de Hall of Fame zetten. Like dus zeker eventjes en abonneer ook met het belletje aan. En aanstaande vrijdag komt er weer een nieuwe survival online. Want ik hoop dat we binnenkort naar die arena gaan om daar dat gevecht te doen. En ik ben ook wel heel erg benieuwd waar de heks nou allemaal mee bezig is. We gaan het zien, dames en heren, in de volgende aflevering. Tot de volgende keer, mensen. Doei doei. Ciao.